Ik ben Janka Herpoelen. Ik ben geboren op 19 mei 88. Ik heb een bloeding gekregen op mijn 10 jaar als ik op reis was. Voor mijn bloeding had ik zoveel activiteiten. Naar de hero gaan, naar muziekschool, naar dansles, tapdans. Dus zoveel dingen. Ik kon ook niet meer praten, kon niet meer eten, kon niet meer drinken, kon niet meer stappen, kon niet meer zelf ademen. Ik had 43 graden koorts toen. Dus ja, alle doktoren en alle professoren zeiden dat ik een kamerplantje ging worden. Dus ja. Ik ben er nog altijd. Ik ben nu al 19 jaar later. Dus ja. Ik ben al beetje per beetje aan het genezen. Ja. Ja. Naast de Nieuwe Notelaar in Zevenhaven zit ik van meestal tot maandag tot vrijdag in mijn kamer. In een studiootje. Ja. Mijn droom was, voor mijn bloeding, was dierenarts worden. Ik hou van dieren, dus ja. Maar nu gaat dat moeilijker. Dus ja. Ik ben blij dat ik, ja, we doen heel veel buitenactiviteiten. Beeldhouden, zwemmen. Fitness, zo'n ding. Dus wel paardrijden ook. Dus dat is wel positief dat ik dat al kan. Ik heb ook al, nu ben ik mijn derde kunstwerk, aan het maken in hoeve hangerijen. Dus ja. Als ik in coma lag, links en rechts, zag ik bomen. Voor mij zag ik een licht in de verte. En achter me hoorde ik gehuil. En als ik achter me keek, zag ik niemand. En ik hoorde wel... dat er iemand zei dat ik moest terugkeren. Ja. Voor mij persoonlijk moet je dag per dag kijken. Niet in de toekomst kijken. Misschien ben je persoonlijk er niet meer. Thank you.